Wat mij is bijgebleven is dat Bert gewoon zoveel meer had kunnen doen als zijn karakter ook mee had gedaan. Als Bert de karakter van de Jan Raas had gehad, was hij de beste van de wereld. En ik ben niet de enige die dat zegt, maar dat zeggen er veel in dat boek. Bert was eigenlijk de grootste renner die ze hadden, de grootste hardrijder. En Bert riep ook altijd zelf, mijn beroep, hardrijder. Ja, Bert is 30 jaar dood, iets langer. En we denken nog altijd over Bert. Ik zie overal foto's van Bert voorbij komen. En ik denk, nou, misschien is het ook wel eens een keer goed om zijn verhaal dan ook helemaal uit te diepen. En dat in geschrift weg te zetten naar deze en gene. Laat maar lezen. Ik heb in Bert een hardrijder zien groeien. Ik zie hem wereldkampioen worden. Ik zie hem Joop en als in de ploegentijdrit door de Tour de France heen sleuren. Ja, hij heeft iets teweeg gebracht. Ja, en daar ben ik Bert nog wel dankbaar voor, want ik heb daarvan genoten. Het is een moeilijk boek om te schrijven, omdat ik gewoon het gesprek met Bert niet meer aankom. Dus je moet het van horen zeggen, van allerlei geschriften waarin staat wat Bert heeft gedaan. Dan ga je bij elkaar zoeken. En uiteindelijk wordt het één grote puzzelstuk, leg je het in elkaar. En dan kom je tot een lijvig iets wel. Bert heeft heel veel meegemaakt. Bert heeft wat opgeschreven. Bert heeft stukken in kranten laten zetten of uitspraken gedaan. Magazines, tv, radio, overal heb ik het vandaan gehad. En toen kwam ik tot het idee, nou laat ik dat dan door Bert zelf weer verwoorden. Dus Bert vertelt zelf in dit boek. Hij komt eigenlijk weer tot leven. Wat mij is bijgebleven is dat Bert gewoon zoveel meer had kunnen doen als zijn karakter ook mee had gedaan. Als Bert de karakter van de Jan Raas had gehad, was hij de beste van de wereld. En ik ben niet de enige die dat zegt, maar dat zeggen er veel in dat boek. En Bert is wel constant doorgegaan, maar wilde graag weer naar huis. Heimwee, hij werd ziek, hersenvliesontsteking, knieblessures. En uiteindelijk noopt zijn lichaam hem tot stoppen. En Bert wilde daar niet aan. Dus hij kwam terug. Dat blijft iedereen bij als ze dat boek gaan lezen.